Ik heb 3 oudere zussen. En mijn broertje is 1 jaar ouder dan dat ik ben. Ja. En mijn broer heeft een hele slechte motoriek. Dus de artsen adviseerden om hem op wielrennen... dat hij aan wielrennen zou gaan doen. Omdat dat beter was voor zijn coördinatie en voor zijn balans. En mijn moeder ging mij een beetje observeren. Die denkt, die coördinatie van Leontien, hebben jullie deze week ook gemerkt, is ook niet helemaal goed. Dus misschien is het voor haar ook wel goed als ze gaat wielrennen. En toen was de fiets van Jan was te klein geworden voor hem. Mijn moeder denkt, ja, dat is super ideaal. Ja. Kan Leontien gewoon de wedstrijden rijden op Jan's fiets? En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel leuk. We hebben gelijk een mooie racefiets. Dus zo ben ik gaan oefenen voor in de straat. En zo ben ik in aanraking gekomen met wielersport. En je ouders hadden daarvoor niks met wielrennen? Ja, mijn vader ging op de fiets naar de kroeg. Is dat hetzelfde? Nou. Dat rekenen we niet goed. Nee, rekenen we dat niet goed? Nee.